Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt, op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting van dat hoofdstuk en met een verklarende woordenlijst waarin enkele moeilijke woorden worden uitgelegd die misschien niet voor elke lezer duidelijk zijn. Daarna begint het eigenlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 16, waarin we een nieuwe vraag stellen. Wat is de mens? We concentreren ons op het feit dat de mens de enige soort is die verstand bezit. Hij kan nadenken en heeft zelfkennis. Het atheïsme moet het verstand interpreteren als een onbelangrijk bijproduct van elektrische activiteit in de hersenen. Maar we zullen zien hoe dat leidt. Tot een epistemologische afgrond. De conclusie dat alle gedachten zinloos zijn. We onderzoeken het nog redelijk nieuwe gebied van de evolutiepsychologie, dat alle menselijke gedragingen herleidt tot genetische voorbestemming en dat de morele verantwoordelijkheid elimineert. Het ziet er niet best uit. Zijn onze hersenen dan niet meer dan computers van vlees? Gelukkig concluderen we dat het verstand meer is dan vlees, dat het als het ware rijdt over de rails van het fysieke orgaan dat wij hersenen noemen, ongeveer zoals de genetische code gebruik maakt van de chemische structuur van het DNA. Dat is precies wat we volgens de God-hypothese zouden verwachten, want God heeft een verstand zonder lichaam en de mens is naar zijn beeld geschapen. Nieuwe woorden: Monisme. Het idee dat het verstand niets meer is dan het werken van de hersenen. PN-overgang. Een soort schakelaar die de basis vormt voor de werking van computerchips. PET. -E Positron-emissie tomografie. Dit is een medische beeldvormende techniek. Die 3D-beelden van functionele processen in het lichaam maakt. Vitalisme. Het idee dat levende dingen doortrokken zijn van een onstoffelijke levenskracht tussen aanhalingstekens. De tweede schoen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren. Die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Psalm 8, vers 4 tot 6. Het is een afgezaagd verhaal, maar ik vertel het toch. Hans komt elke avond thuis in zijn vrijgezellenfletje. en gaat op bed zitten, trekt zijn schoenen uit en gooit ze op de vloer. In de flat eronder kruipt Jan, die zijn slaap nodig heeft, onder de wol en wacht op de twee doffe dreunen, wetende dat hij pas dan in slaap kan vallen. Uiteindelijk kan hij het niet meer verdragen en stormt hij de trap op om te eisen dat het schoengoorritueel ophoudt. Hans verontschuldigt zich en gaat akkoord. De volgende avond doet hij zijn linkerschoen uit en gooit hem als vanouds neer. Maar dan, wanneer hij ineens aan zijn belofte denkt, legt hij zijn rechterschoen zachtjes op de grond en gaat slapen. Een uur later wordt hij gewekt door gebonds op de deur. Jan staat met dikke wallen onder de ogen voor hem en smeekt hem om ook de andere schoen op de vloer te gooien. Oké, okay, u kende hem al, maar hij is grappig voor wie hem voor het eerst hoort. Voor wat dit boek betreft was de eerste schoen de vraag: wie heeft God gemaakt? Tot nu toe hebben we ons alleen geconcentreerd op dat onderwerp en op de zaken die eruit voortkwamen. Maar een aantal lezers zal toch nagelbijtend hebben zitten wachten op de tweede schoen. De verwante vraag: wat is de mens? Een van de redenen waarom we geïnteresseerd zijn in het bestaan van God is tenslotte dat het een grote invloed heeft op hoe wij onszelf zien. Het is één ding als de mens uiteindelijk het resultaat is van toevallige chemische reacties. En willekeurige mutaties. Maar als hij een intelligent en moreel wezen is. dat gemaakt is naar het beeld van een transcendente God. is dat iets heel anders. De twee vragen: wie heeft God gemaakt en wat is de mens? horen bij elkaar als een paar goed zittende schoenen. De schoenen zijn echter verre van nieuw. De vragen die ze vertegenwoordigen. Worden al sinds mensenheugenis gesteld. Psalm 8, hierboven geciteerd en ongeveer 3000 jaar geleden geschreven, neemt de godhypothese over en begint als volgt: Citaat: O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde? Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Einde citaat. Maar de meditatie over Gods heerlijkheid door de psalmist bepaalt hem meteen bij de plaats van de mens in het grote plan der dingen. Wat is de mens dat zo'n verheven wezen als God hem gedenkt? Een goede vraag die om een antwoord vraagt: Welke keuze hebben we? Ik denk dat er drie duidelijke mogelijkheden zijn. We kunnen geloven. 1 dat de mens een ongelukje van de natuur is, het product van naturalistische evolutie, wat ik voor het gemak evolutionisme zal noemen. 2 dat de mens het product is van een evolutieproces dat in werking is gesteld en of geleid wordt door God, dat is theïstische evolutie. En 3. Dat de mens het product is van een bijzondere, niet-evolutionaire scheppingsdaad, het creationisme. We zullen op al deze mogelijkheden en een aantal van hun varianten ingaan. Voor ons doel is het echter beter dat wij ons concentreren op twee specifieke onderwerpen: 1. De mens en zijn verstand, en 2. De mens en zijn schepper. Het eerste onderwerp bespreek ik in dit hoofdstuk en het tweede in hoofdstuk 17. De mens en zijn verstand. Alle levende dingen reageren op prikkels. Dat is het belangrijkste teken van leven. Hogere diersoorten vertonen ook intelligentie. Tussen aanhalingstekens, wat zich in grote lijnen openbaart in dingen als complex gedrag, het vermogen om te leren, te observeren, emotie te voelen, te communiceren en te handelen. Maar voor zover wij weten, bezit alleen de mens verstand, dat is het vermogen tot zelfkennis en abstract denken. We zullen het wel nooit weten. Maar we kunnen er vrij zeker van zijn dat zelfs de slimste chimpansee nooit tegen zichzelf heeft gezegd: ik denk, dus ik ben. De evolutionist Theodosius Dobzhansky schreef: citaat, de meest nadrukkelijke problemen voor de evolutietheorie draaien vandaag de dag rond de evolutiemechanismen en de biologische uniciteit. Dat is het unieke van de mens. Einde citaat. Hoewel hij dit in 1958 schreef, blijft het de waarheid. En niets aan de mens is unieker dan zijn verstandelijke vermogens. Vermogens die een enorme kloof vormen tussen de Homo sapiens en alle andere soorten. Het is bekend dat het debat over de aard van het verstand. Al duizenden jaren gevoerd wordt. De klassieke literatuur is onbeschaamd dualistisch en beweert dat verstand en materie twee heel verschillende zaken zijn. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament behandelt het verstand en de gedachten en alles wat ermee te maken heeft als eigenschappen van God, die een geestelijk wezen is dat geen stoffelijk bestaan kent. Een willekeurig voorbeeld. Citaat: Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren: gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Einde citaat. Aangezien het verstand van God zonder enig materieel raamwerk bestaat, geldt dat logischerwijze ook voor het verstand van de mens de Bijbel erkent natuurlijk dat de gedachten van de mens in zijn hoofd zitten een fysiek of lichamelijk gebied dat we vandaag de dag hersenen noemen Daniel zegt bijvoorbeeld daar zag ik een droom die mij verschrikte en droombeelden op mijn legersteden en gezichten die mij voor ogen kwamen verontrusten mij maar toch als de mens naar het beeld van God is geschapen, is zijn verstand afgeleid van Gods onstoffelijk verstand en blijft het dualisme behouden. En dan zijn er twee voetnoten. Het dualisme houdt in het idee dat verstand en materie, in het bijzonder de hersenen, twee verschillende werkelijkheden zijn. Einde voetnoot. En de tweede voetnoot. Dit boek gaat niet in op de moeilijke trits van geest, ziel en lichaam. Het menselijk verstand hoort bij de ziel, maar de menselijke geest heeft, net als de geest van God, ook gedachten. Einde voetnoot. Griekse filosofen als Plato en Aristoteles onderwezen ook verschillende vormen van dualisme, net als Thomas van Aquino terwijl Descartes, ook een dualist, het moderne debat op gang bracht en het een sneeuwbaleffect gaf, waardoor een gigantische stroom literatuur ontstond, waarover ik hier niet verder zal uitweiden. Eenvoudig gezegd zijn de belangrijkste tegenstanders het dualisme in de blauwe hoek en het monisme, als materialistische psychologische theorie, in de rode hoek. Het monisme ontkent elk onderscheid tussen verstand en materie en beweert dat het verstand niets anders is dan het werkende brein. Als filosofische termen u hoofdpijn bezorgen, probeert u de hersenen dan even als hun fabriek te zien. De binnenkomende ruwe grondstoffen zijn zenuwimpulsen die informatie aanleveren via de vijf zintuigen: zien, horen, voelen. Proeven en ruiken. De hersenfabriek ontvangt de ruwe grondstoffen en verwerkt ze tot producten, tot andere zenuwimpulsen die het lichaam op de juiste wijze laten reageren. Een lichtflits zal er dus bijvoorbeeld voor zorgen dat uw ogen een zenuwimpuls naar uw hersenen sturen, die het signaal verwerken en instructies sturen naar uw oogleden om zich te sluiten en naar uw gezichtspieren. Om uw ogen dicht te knijpen tegen het felle licht. En wanneer iemand u een goede mop vertelt, worden de signalen van uw oren verwerkt door de hersenen, die instructies sturen naar alle spieren die een lach op uw gezicht toveren. Of niet, als het geen goede mop was? Hoe past het verstand dan in dit plaatje? Als u een monist bent, is het bewuste besef van zulke gebeurtenissen. Niets meer dan het gezoem en geratel van de machines in de fabriek. Een onvermijdelijk maar onbelangrijk bijproduct van hersenactiviteit. Maar als u een dualist bent, is het verstand de fabrieksmanager die al dan niet bewust intervenieert in de fabrieksprocessen, maar altijd in staat is dat te doen. De visie van de dualist is dat de manager aan het einde van de dag. Dat is wanneer wij sterven, de fabriek verlaat om naar huis te gaan. Het verstand blijft dus ergens anders voortbestaan als de machines niet meer draaien. Voor de monist betekent het stoppen van de machines simpelweg dat het verstand ophoudt te bestaan. Het gezoem en geratel kan nergens heen. Evolutionisme is, in tegenstelling tot theïstische evolutie. Monistisch. Het kan slechts één verklaring geven voor het verschijnsel verstand, namelijk dat het een bijproduct is van elektrische activiteit in de hersenen, of het brein, dat zelf een orgaan is dat geëvolueerd is door darwinistische mechanismen van willekeurige mutatie en natuurlijke selectie. De atheïstische filosoof Bertrand Russell. Onthult in zijn beroemde verhandeling A Free Man's Worship, zeg maar, aanbidding door de vrije mens, een verhandeling over de aard van aanbidding, dat het monisme de reden is van zijn nihilistische visie op de mens. Hij schrijft, citaat: Nog doellozer, nog betekenislozer is de wereld die de wetenschap ons aanbiedt. In zo'n wereld. Moeten onze idealen toch op de een of andere manier een weg kunnen vinden? Dat de mens het product is van oorzaken die geen enkel idee hadden van het doel dat zij zouden bereiken, dat zijn oorsprong, zijn groei, zijn hoop en vrees, zijn liefde en geloof slechts het resultaat zijn van een toevallige groepering van atomen. Al deze feiten, hoewel ze nog niet geheel buiten kijf staan. Zijn toch vrijwel zo zeker dat geen enkele filosofie die ze verwerpt nog overeind kan blijven. Alleen binnen de vaste stijgers van de onverzettelijke wanhoop kan het huis van de menselijke ziel veilig worden gebouwd. Einde citaat. Russell herleidt hoop, vrees, liefde en geloof, alle mentale ervaringen, tot toevallige. Atomische wisselwerkingen. Het hoeft ons niet te verwonderen dat zijn filosofie er een is van menselijke wanhoop. Het kernprobleem met alle monistische verklaringen is natuurlijk dat het verstand geen betekenis meer heeft. Russell zegt met zoveel woorden dat onze gedachten vooraf zijn bepaald door zelfonderhoudende elektrochemische processen die op hun beurt gedicteerd worden door onze genen. Redeneren is zinloos, en al onze theorieën en verklaringen, ongeacht hoe actief gepromoot of hoe ijverig verdedigd, hebben niet meer inhoud dan de bubbels in een glas champagne. De overtuigde rationalist J.B.S. Heldeen erkende het dilemma van de monist toen hij het volgende schreef. Citaat. Als mijn mentale processen volledig bepaald worden door de bewegingen van atomen in mijn brein, heb ik geen reden om te veronderstellen dat mijn overtuigingen waar zijn. Ze zijn misschien wel chemisch deugdelijk, maar dat betekent nog niet dat ze ook logisch gegrond zijn. Daarom heb ik geen reden om aan te nemen dat mijn brein. Opgebouwd is uit atomen. Einde citaat. Ook Victor Stinger trapt in die val. Aangezien het verstand uit louter lichamelijke of fysieke processen bestaat, zijn alle godsdienstige overtuigingen en indrukken, volgens hem, misleidend, zoals extatische gevoelens die opgewekt worden door bepaalde drugs. Deze wijze van argumenteren doet me denken aan een tekenfilm waarin de roze panter zichzelf per ongeluk opzuigt met de stofzuiger die hij vasthoudt, waarna de stofzuiger ook zichzelf opzuigt. Daardoor verdwijnen natuurlijk zowel de panter als de stofzuiger. Als Stinger gelijk heeft, verdwijnen zijn theorieën en argumenten, samen met die van u en mij, onherroepelijk in de stofzuiger van het reductionisme. Dat is misschien vermakelijk, maar het helpt ons niet verder. evolutiepsychologie Een goed voorbeeld van monisme is de evolutionaire psychologie of evolutiepsychologie die ons leert dat onze hersenen genetisch voorbestemd zijn om bepaalde gedragingen te vertonen. Asociale mensen en criminelen zijn dan niet meer verantwoordelijk voor hun daden, maar zijn slachtoffer van hun genetische erfenis. Ja, wat onze levensstijl ons karakter en onze neigingen ook zijn, we kunnen er niets aan doen, omdat we gewoon ons genetische lot ondergaan. In zijn recensie van een boek dat de verkrachting als een darwinistisch overlevingsmechanisme verklaart, schrijft evolutiebioloog Jerry Coyne, citaat, Helaas worden theorie en speculatie nog al eens door elkaar gehaald door evolutiepsychologen. In tegenstelling tot beenderen fossileert, dat is verstart, gedrag niet. En het proces van het begrijpen van de evolutie van gedrag gaat vaak gepaard met het bedenken van verhaaltjes die aannemelijk klinken, maar moeilijk te testen zijn. Zo wordt depressie gezien als een eigenschap die door natuurlijke selectie wordt gebruikt om ons te helpen onze problemen op te lossen door ons terug te trekken en na te denken zodat we onze kansen vergroten om later kinderen te krijgen. Aannemelijk? Misschien. Is het wetenschappelijk testbaar? Helemaal niet. Als evolutiebiologie een zachte wetenschap is, is evolutiepsychologie haar slappe onderbuikje. Einde citaat. Hij vervolgt, citaat, We kunnen het de mensen niet verwijten als ze zo denken dat evolutiebiologie... Gelijk is aan evolutiepsychologie. De boeken van Daniel Dennett, E. O. Wilson en Steven Pinker gaan als zoete broodjes over de toonbank en telkens als het in de media over de wetenschappen van evolutie gaat, domineert de evolutiepsychologie. Met het oog op de wetenschappelijke onbetrouwbaarheid van veel van het werk moet haar populariteit voor een deel gebaseerd zijn. Op een verlangen naar een uitgebreide, wetenschappelijke, tussen aanhalingstekens, verklaring van menselijk gedrag. De evolutiepsychologie stilt de post-ideologische honger naar een totale verklaring van het menselijk leven, naar een theorie van onvermijdelijkheid die veel van de dubbelzinnigheden en onzekerheden van het emotionele en morele leven van de mens zal wegnemen. Freud, is niet langer het geliefde gedragsparadigma. Darwin is nu in opmars. Geef uw genen de schuld, niet uw moeder. Einde citaat. Volgens het monisme is ons zelfbewustzijn als de schaduw van een paard dat met het dier meebeweegt, en zo het brein voorstelt, maar zelf geen inhoud heeft. Het dualisme ziet het bewustzijn echter als de ruiter van het paard. Net als de schaduw moet de ruiter met het paard meebewegen, maar in tegenstelling tot de schaduw is de ruiter niet alleen echt, maar heeft hij ook de leiding. In het dualisme rijdt het bewustzijn als het ware op het fysieke brein op vrijwel dezelfde manier als genetische informatie op DNA-moleculen rijdt. We hebben in hoofdstuk 12 gezien dat de gecodeerde informatie waaruit leven is opgebouwd niet kan bestaan zonder medium of drager, de chemische structuur van DNA. Maar de chemische structuur vormt net zo minder informatie als het papier en de inkt van dit boek haar boodschap vormen. Op gelijke wijze bereiden het menselijk bewustzijn en verstand het fysieke orgaan van de hersenen. Maar het zijn geen schaduwen, ze hebben een eigen werkelijkheid. Meer nog, ze vormen een sturende, controlerende werkelijkheid. De vergelijking is echter niet perfect. Volgens de bijbelse Godhypothese is het menselijk bewustzijn en het menselijk verstand meer dan dat wat verdwijnt als we het bewustzijn verliezen of sterven. De meeste mensen die verdoofd worden voor een operatie, herinneren zich, gelukkig, niets van wat er in de operatiekamer is gebeurd. Maar het vermogen om bewust te denken is niet verloren gegaan. Dat geldt ook wanneer de dood uiteindelijk een einde maakt aan alle hersenactiviteit. Volgens de Bijbel leeft het menselijk verstand verder, samen met het vermogen. Om te denken en te ervaren. Die onsterfelijke entiteit wordt ook wel de ziel of het wezen van een individu genoemd. Over de dood zegt de apostel Paulus het volgende: Citaat, Wij beheren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Einde citaat terwijl de psalmist vol vreugde geeft aan zijn geloof door te roepen Citaat Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig einde citaat Toen Stefanus de eerste christelijke martelaar stierf zag hij de hemelen geopend en de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods het hele doel van Christus' komst in de wereld was om, citaat, aan al wat gij hem gegeven hebt eeuwig leven te schenken. Einde citaat. Kortom, op grond van de Bijbelse Godhypothese verwachten we twee dingen. Ten eerste heeft ons verstand een geheel eigen, veelbetekenend bestaan. Onze gedachten, plannen, gevoelens en verlangens bestaan echt naast de elektrische activiteit van de hersenen, waardoor ze in stand gehouden worden. Net zoals de genetische code een echt bestaan heeft buiten of naast de DNA-moleculen, waarin hij opgeslagen wordt. En net zoals de genetische code ons fysieke leven beheerst of bestuurt, zo beheerst of bestuurt het menselijk verstand, niet de stoffelijke hersenen ons psychologische leven. Met andere woorden, het dualisme is juist en het monisme is onjuist. Dat is iets wat we allemaal instinctief aanvoelen en wat logischerwijs noodzakelijk is als we niet in een epistemologische afgrond willen vallen. Namelijk de monistische conclusie dat al onze gedachten geen enkele betekenis hebben. Ten tweede voorspelt de God-hypothese dat het verstand van de mens, of zijn ziel, voortleeft na de dood van de stoffelijke hersenen. Net zoals het verstand van God, kan het menselijk verstand zonder stoffelijk raamwerk bestaan. Zelfs als het in zo'n raamwerk woont, de hersenen, tijdens ons leven op aarde. Dat komt weer overeen met het volhardende en bijna universele geloof van de mensheid natuurlijk met uitzondering van atheïsten en monisten dat ook na de dood het leven doorgaat. Computers van vlees. Een andere moderne vorm van monisme is het idee dat ons brein niet meer is dan een computer van vlees. In de woorden van de guru van de kunstmatige intelligentie Marvin Minsky. Net zoals een computer zeer snel complexe berekeningen kan maken en zo verschillende schaakgrootmeesters kan verslaan, zo kunnen onze hersenen ook gezien worden als niet meer dan een neuraal netwerk van elektronische schakelingen. De filosoof John Searle zegt, citaat, We kunnen ontdekken hoe het verstand precies werkt als wij ontdekken welke programma's in onze hersenen worden uitgevoerd. Wij, als menselijke wezens, gebeuren gewoon. Wij worden door een soort evolutionair toeval ten uitvoer gebracht, gemanifesteerd door neuronen. In computers zijn dit de microchips. Maar elke soort hardware die complex genoeg is, zou het net zo goed doen als wat wij in onze schedel hebben zitten einde citaat. Dat betekent natuurlijk dat naarmate computers krachtiger worden, ze uiteindelijk een bewustzijn zullen krijgen. Het vermogen om zelf na te denken. Mario Borgar en Denise O'Leary waarschuwen ons echter tegen dit soort overdreven optimisme door ons te verwijzen naar het Transgalactisch Liftershandboek van Douglas Adams. De op één na grootste computer aller tijden kreeg de opdracht om antwoord te geven op de ultieme vraag van het leven en het universum. Eigenlijk alles dus. Na 7,5 miljoen jaar aan het probleem te hebben gewerkt, gaf de computer uiteindelijk het antwoord: 42. Hij voegde eraan toe: Het probleem is dat u nooit echt hebt begrepen wat de vraag is. Dat is komisch natuurlijk, maar de humor onthult een belangrijke waarheid. Namelijk dat computers niets anders doen dan berekeningen maken. Ze gehoorzamen onvoorwaardelijk de algoritmen, de instructies, van menselijke programmeurs. En als je niet uitkijkt, krijg je een klassiek geval van rotzooi erin, troep eruit. De gedachte dat computers op een dag een Bewustzijn zouden kunnen krijgen en zich dan kunnen ontdoen van hun menselijke meesters, is een holle speculatie die gebaseerd is op een cirkelredenering die zo naïef en onhandig is dat ze er minder rond uitziet dan ze is. Namelijk: 1. Het menselijk brein is gewoon een complexe computer, de monistische hypothese. 2. Het menselijk brein vertoont een bewustzijn. 3. Complexe computers kunnen dus een bewustzijn krijgen. 4. Dat bewijst dat het menselijk brein niets meer is dan een complexe computer. Het geloof dat computers uiteindelijk een bewustzijn kunnen krijgen is gewoon een nieuwe versie van een oude truc, namelijk de Deus Ex Machina. Latijn voor de God uit een machine. Volgens de beknopte versie van de Encyclopædia Britannica verwijst de term naar een requisiet in het Griekse en Romeinse theater. waarbij een god met behulp van een kraan. in het Grieks mekane. aan de hemel verscheen om het plot van het toneelstuk af te sluiten. Vandaag de dag verwijst de term. Naar iets wat plotseling en onverwacht verschijnt en een kunstmatige oplossing biedt voor een schijnbaar onoplosbaar probleem. Het kon niet beter verwoord worden. Het computerbewustzijn is de god die, zoals velen hopen, ineens tevoorschijn zal komen uit een wirwar van PN-overgangen in een toekomstige computerchip, waardoor de monisten in één keer verlost zullen zijn van de schaamte en schande waarmee het menselijk zelfbewustzijn hen opzadelt. Nog daar gelaten dat al lang geleden, in 1695, Gottfried Leibniz in zijn werk Een nieuw systeem over de aard van en interactie tussen substanties en over de eenheid tussen ziel en lichaam, het hele idee van zo'n opportunistische oplossing voor het dualisme van verstand en hersenen al had onderzocht en verworpen. De monistische hoop lijkt welhaast uit de eeuwigheid te ontspringen. Hoe denken de hersenen kan veranderen? De laatste nagel aan de doodkist van het monisme is het lang veronderstelde maar pas onlangs bewezen feit dat denken, het verstand, de activiteit en de prestaties van de hersenen kan veranderen. Dat kan natuurlijk nooit het geval zijn als gedachten simpelweg een onbelangrijk bijproduct zouden zijn van hersenactiviteit. In een rubriek in The Times met als titel Als u meer betaalt, geniet u er meer van. Beschrijft hoogleraar klinische biochemie Terence Keeley het werk van Baba Schiff, hoogleraar marketing aan de Stanford Business School. Bij twee verschillende gelegenheden gaf dokter Schiff dezelfde wijn aan dezelfde groep mensen. De eerste keer zei hij dat de wijn 45 euro per fles kostte. De tweede keer 5 euro. Het is niet verwonderlijk dat de groep vond dat de duurdere wijn beter smaakte. Hij gebruikte echter ook functionele MRI-hersenscans, FMRI, om de genotcentra in de hersenen van zijn proefpersonen te onderzoeken. Hij ontdekte dat die gebieden meer oplichten wanneer de persoon dacht dat hij dure wijn dronk. De onjuiste overtuigingen van de vrijwilligers hadden invloed op hun hersenactiviteit. Niet omgekeerd. Een tweede voorbeeld is een recente studie aan het Garvan Institute in Sydney. Gedurende acht weken kregen amateursporters, zonder te weten wat ze kregen, ofwel groeihormonen, ofwel onwerkzame placebo's. Aan het einde van de studie konden de vrijwilligers die placebo's hadden gekregen, Sneller lopen, hoger springen en zwaardere gewichten tillen dan ervoor. En de vrijwilligers die dachten dat ze prestatieverhogende middelen hadden gekregen, maar feitelijk placebo's hadden ingenomen, deden het beter dan wie ook in hun groep. Die verbeterde prestaties van de placebo-groep kunnen natuurlijk ook gewoon te danken zijn aan de zorg en aandacht die ze kregen als deelnemers aan het onderzoek. Maar zelfs dat is veelzeggend. We weten allemaal dat aanmoediging onze prestaties op elk vlak verbetert. Maar waarom zou het dat doen? Het kan alleen zijn omdat het verstand, gemotiveerd door onstoffelijke aanmoediging, fysieke veranderingen in de hersenen veroorzaakt, die ervoor zorgen dat er een grotere inspanning wordt geleverd. Maar het sterkste bewijs is natuurlijk het placebo-effect zelf. Het onderzoek toonde aan dat het geloof dat men doping krijgt, de prestaties ook verbetert als dit geloof onjuist is. Dat kan maar één ding betekenen: het verstand, geloof, kan de hersenen, de ultieme fysieke bron van verbeterde prestaties, veranderen. Het placebo-effect. Is natuurlijk al heel lang bekend. In een lang internetbericht dat verscheen als begeleiding bij de vierde editie van het boek Biological Psychology, biologische psychologie, geeft de Biopsychology Newsletter, de biopsychologie-nieuwsbrief, als toelichting, waarbij de paginanummers verwijzen naar het boek, citaat. Sommige van de voorgestelde mechanismen voor het placebo-effect zijn... 1. Zoals de tekst aangeeft, pagina 241 tot 242, ontdekte men in de jaren 70 van de vorige eeuw... ...dat pijnvermindering door placebo's voor een deel tot stand gebracht wordt door endogene opioïden... ...wat bewezen werd door het feit dat het effect verminderd kon worden... Door het opioïd antidotum naloxon. En dan is er een voetnoot. Een ander woord voor opioïd antidotum is opiaat antagonist of opiaat blokker, oftewel een tegengif. Einde voetnoot. Dat suggereert volgens sommigen dat het placebo-effect echt is omdat het tot stand wordt gebracht door een bekend fysiologisch mechanisme. 2. In diezelfde tijd werd ook ontdekt dat immunosuppressieve effecten, dat zijn effecten die de werking van het afweersysteem remmen, gekoppeld kunnen worden aan stimuli die in zichzelf onwerkbaar zijn. Pagina 500. 3. De placebo kan stress verminderen. En het lichaam in staat stellen zich te herstellen tot zijn natuurlijke, optimale werkniveau. Men zou verwachten dat elk van deze mechanismen het hele lichaam zou beïnvloeden. Zulke resultaten steunen de gedachte dat de verwachtingen van mensen een placebo-effect veroorzaken. De rol van de basale amygdala bij het interpreteren van de verschillende stimuli en verwachtingen wordt op de pagina's 483 tot 485 besproken. En er worden nog verdere resultaten verwacht... over hoe verwachtingen worden omgezet in lichamelijke reacties. Einde citaat. Verder wordt uitgelegd dat de lichamelijke echtheid van die effecten... wordt bevestigd door PET-scans. Citaat. Hersenscans toonden aan dat zowel een echt opiaat, een pijnsteller, als een placebo de rostrale cortex singularis anterior en een gebied in de pons activeerden. En dan is er een voetnoot. De cortex singularis anterior omvat de schors van het voorste deel van de gyrus singuli, de gordelwinding, die als een ceintuur om de hersenbalk heen ligt. En de pons... Is de brug van Varel, een verbinding tussen de grote hersenen en de kleine hersenen. Einde voetnoot. De proefpersonen waarbij een groter placebo-effect werd waargenomen, vertonen ook een grotere activering van de cortex singularis anterior. Deze studie helpt ons dus om een mechanisme te begrijpen dat betrokken is bij het pijnstillend effect van placebos. Einde citaat. U hoeft dit niet allemaal te begrijpen om door te hebben wat de boodschap is. Onstoffelijke mentale verwachtingen worden omgezet in lichamelijke reacties door echte fysieke verandering in de hersenen. Als het onstoffelijke verstand de stoffelijke of materiële hersenen op die manier kan beïnvloeden, kan het verstand toch moeilijk slechts een bijproduct zijn. Van hersenactiviteit, wat het monisme in welke vorm dan ook uiteindelijk leert. Theistische evolutie en de menselijke hersenen Evolutionisme is monistisch, creationisme is dualistisch. Waar past theistische evolutie dan in het plaatje? Dat is niet zo 1, 2, 3 te zeggen omdat er nogal wat varianten zijn. De toch wat plomp verloren uitspraak dat God het evolutieproces gebruikte. tussen aanhalingstekens. om de biologische wereld te scheppen. met de mens als hoogtepunt. verbergt eigenlijk enkele diepe tegenstrijdigheden. Dat zal blijken wanneer we een blik werpen. op drie varianten van theïstische evolutie. dat we hierna afkorten met. TE. Ten eerste is er wat ik emergente evolutie zal noemen. Het idee dat de aard van de natuurwetten zo is dat het ontstaan van intelligent leven voorgeprogrammeerd of voorbestemd was. De mechanismen waardoor het leven ontstond en diversifieerde, dat is het ontstaan van verschillende soorten, en waardoor uiteindelijk de mens zelf ontstond, zijn dezelfde. Als die welke het evolutionisme voorstelt, maar kunnen niet gereduceerd worden tot alleen natuurkunde en chemie. Dat wil zeggen, evolutie wordt aanvaard, maar reductionisme wordt afgewezen. Dit standpunt ziet evolutie als een teleologisch proces, dat is een proces met een doel voor ogen, dat God zich had voorgenomen. Toen hij de natuurwetten instelde. Sommige filosofen noemen emergente evolutie ouderwets vitalisme in een nieuw jasje. Anderen nemen echter aan dat waar vitalisme een beroep doet op een mysterieuze onstoffelijke levenskracht, emergente evolutie gewoon een doel toeschrijft aan natuurlijke processen. Maar dit is nu net de fatale zwakte. Van emergente evolutie als een theorie van het leven. Het geeft de natuurwetten een mystieke eigenschap die alleen kan worden waargenomen door de veronderstelde gevolgen. Die redenering is echter volstrekt tautologisch. Ze gaat uit van een doel achter de natuurwetten om de onmiskenbare doelen in de resultaten van die natuurwetten te verklaren. Dan is er iets wat ik. Algemene te -e, zal noemen algemene theïstische evolutie. Het is identiek aan het evolutionisme met uitzondering van twee aspecten. In de eerste plaats veronderstelt het duidelijk een vorm van emergentie, als God altijd al de bedoeling had om de mens te scheppen en dat deed door een naturalistisch evolutionair proces. Moet hij ook de verantwoordelijkheid nemen voor dat proces. Ook al is het naturalistisch van aard. De algemene theïstische evolutietheorie steunt echter alleen op evolutie voor wat betreft de schepping van de fysieke verschijningsvorm van de mens. In de tweede plaats schrijft het de unieke aard van de mens dus toe aan een speciale interventie van God. Met andere woorden. De echte mens ontstond pas toen God een ziel of een geest injecteerde, tussen aanhalingstekens, in enkele uitverkoren leden van een voormenselijk ras. Dat is het standpunt dat C.S. Lewis opperde en dat omarmd werd door bijvoorbeeld Francis Collins, die Lewis uitgebreid citeert. Lewis zegt: citaat. In de loop van vele eeuwen vervolmaakte God een diergestalte die de drager zou worden van de mensheid en het beeld van Hemzelf. Hij gaf Hem handen met een opponeerbare duim, kaken en tanden in een keel die konden articuleren, en zulke ingewikkelde hersenen dat ze op het materiële vlak konden functioneren als dragers van rationeel denken. Dit schepsel kan eeuwenlang. In die toestand hebben bestaan voordat het een mens werd. Het kan zelfs knap genoeg geweest zijn om dingen te maken die een moderne archeoloog als bewijs van menselijkheid zou aanvaarden. Maar het was nog steeds een dier, want al zijn fysieke en psychische handelingen waren louter gericht op materiële en natuurlijke doelen. Toen besloot God dat de tijd gekomen was. Hij liet op dit organisme. Zowel in fysiologisch als psychologisch opzicht, een nieuw soort bewustzijn neerdalen, dat ik en mij kon zeggen, en zichzelf kon waarnemen als een object dat God kende. Einde citaat. De aantrekkingskracht van de algemene TE is natuurlijk dat, hoewel het een beroep doet op een scheppend wonder, het wonder in kwestie een geestelijk wonder is. En geen natuurlijk of stoffelijk wonder. En dan is er een voetnoot. Een natuurlijk wonder is hier geen natuurlijk proces dat als wonder tussen aanhalingstekens wordt beschouwd, maar een wonder van God binnen de natuurlijke of stoffelijke wereld. Einde voetnoot. Het veroorzaakt geen scheuren in het naadloze kleed van het naturalisme. We kunnen ons afvragen hoe C.S. Lewis die benadering verzoende met zijn duidelijke standpunt over de realiteit van natuurlijke wonderen in zijn boek Wonderen. Misschien geloofde hij gewoon alles wat hem verteld was over evolutie en vond hij het niet nodig om een beroep te doen op een natuurlijk wonder om de schepping van de mens te verklaren. Maar er kan geen twijfel over bestaan dat velen die hem vandaag volgen zich verstoppen achter het geestelijk wonder, tussen aanhalingstekens, om elke gedachte aan een natuurlijk wonder te vermijden. Interessant genoeg maakt Collins een uitzondering voor de opstanding van Jezus Christus. Maar werkt de geestelijk wondertruc wel? Het antwoord op die vraag is met zekerheid nee. Want welke vermogens van zelfbewustzijn, zelfkennis, en Godbewustzijn ook door dat geestelijk wonder aan de mens gegeven werden, ze moeten fysieke veranderingen in de hersenen nodig hebben gehad. Er moeten plotseling nieuwe zenuwbanen en neurale netwerken zijn ontstaan, die dat nieuwe bewustzijn konden dragen en herbergen. Anders zou er geen scheppingsdaad zijn geweest, en zouden we weer terug bij af zijn, bij een zelfbewustzijn als zinloos bijproduct van een monistische groei in hersencomplexiteit. Ten slotte is er de relatief nieuwe variant van theïstische evolutie die ons wordt voorgesteld door ID-voorman en biochemicus Michael Behe in zijn boek The Edge of Evolution, of Evolutie op het scherpst van de snede. Behe aanvaardt de Darwinistische ideeën van de gemeenschappelijke afstamming en evolutie door mutatie en natuurlijke selectie maar probeert te bewijzen dat cumulatieve mutaties die groter zijn dan mutaties die gepaard gaan met twee of drie puntmutaties niet willekeurig konden plaatsvinden. Ze moeten het resultaat zijn geweest van periodieke interventies van een ontwerper met een grote fijngevoeligheid. En dat is pas een echte geleide evolutie. Hoewel Bihi volledig in ID-stijl, weigert de ontwerper te identificeren. Mijn grootste probleem met dit idee is dat het een incidentele tussenkomst van de ontwerper vereist, in een anderszins naturalistisch evolutieproces. Een prachtig voorbeeld van het dogma van de deus ex machina, dat we eerder in dit hoofdstuk hebben besproken. Het deelt samen met algemene theïstische evolutie de hoop dat we de darwinistische koek helemaal mogen opeten, door er een God bij te betrekken die op de achtergrond blijft zweven en die, hoewel hij niet de volledige controle heeft over natuurlijke gebeurtenissen, ze toch een duwtje in de juiste richting kan geven wanneer hij dat wil. Ik vind dat, zowel bijbels als filosofisch, onaanvaardbaar. Deze visie biedt ons niet het beste, maar verleer het slechtste van twee werelden.